inschrijven. Wat ben je mooi. Laat eens je jurk zien. Oké. Wauw. Wat er heel grappig is gebeurd gisteren. Maxi ging dus rondjes draaien. Elke keer zo rondjes draaien. En ja, eindelijk zei ze, ik kan je toe fusen. Wat de grond. En jij was duizelig. Ja. Op je fanmeesterdag. Ja. Hey hey, wat leuk dat jullie weer naar deze nieuwe video kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Indie Roos trekt door. In ieder geval, morgen hebben Mexikee en AK optreden van Bollywood Dance. Dus vandaag gaan we eventjes een paar voorbereidingen doen. En is het morgen zover. We zijn nu even tompoes aan het eten. Lekkerder dan tompoes. Kan je nooit netjes eten? Als het wat lekker is. Indie Roos, ga even je jas uittrekken alsjeblieft. Nou, lekkerste tompoes van alle tijden. Alle lekkerste tompoes van alle tijden. Kijk je kin. Heb je handen gewassen, Indie Roos? Ja, ik heb gepoept. Ja, vroeg niet te weten. Ga je handen wassen, meisje. Dus ik ga zo hun nagels lakken, hun haar alvast doen, want morgen moeten we om 9 uur weg. Richting Leiden. Dat ga ik allemaal niet redden om dat in de ochtend te doen. Indie Rosa doet helaas niet mee, want ik moest er van dansles afhalen. Wegens haar gedrag. Maar ze zegt dat ze volgend schooljaar, dus na de vakantie, dat ze dan wel gaat luisteren en dat ze er weer op wil. Dus we gaan het meemaken. Moment. Ik ga spulletjes van school schoonmaken. Waarom? Omdat het te veel is voor die vrouw. Vakantie komt eraan. Ja. Nee, super. Oh, want Indy moet ook meehelpen, toch? Ja, Indy helpt ook. Aisha, ga boven je uit die zwarte emmer een doek pakken. Dan ga ik het even spoelen. En niet met die spijkerjas. Ga je jas beneden ophangen. Niet zo, EK. Horloge af. Kom op. Luisteren. Leg die doek maar neer. En je hebt een paar blokjes erin kun je ook. EK. Ja. Ga je jas ophangen. Horloge af. Schoonmaken. Laat maar hoor. Deze in een ballon doen. Wie? Ga het nou schoonmaken. Dan deed Alexander. Godver. Nee, daar heb ik geen zin in. Ik ga deze eerst. Mama gaat mijn nagels lakken. Ik weet dat je tijd naar binnen. Ik weet het gewoon zeker. Doorzichtige. Doorzichtige. Jullie moeten ophouden met mag ik die doorzichtige. Ik heb nu al 50 keer gezegd. Die moet sowieso eroverheen. Oh. Ze waren zo mooi gegroeid, maar mama knipt ze elke keer. Moe, ik ga even niet praten. Ik ben zo moe van jullie al vandaag. Nee, ik wil gewoon mijn nagels lang hebben, maar mama knipt ze elke keer. Ja, je hoeft geen lange nagels. Je bent 8. Waarom moet je lange nagels? Omdat ik dat mooi vind. Ja, maar hoeft niet. Indie en Maxi. Oké, wacht, deze. Jullie krijgen morgen niks, ja? In die broodtrommel, want ik ben daar klaar mee. Deze is al. De hele buurt hoort weer dat jullie bezig zijn. Weg, weg. Ga nou weg naar de dingessen. Kijk wat je doet. Ga weg. Altijd in dit huis. En Marielle, nu zie je hoe de chaos weer begint. Ga een nap maken. Jezus, man. Na u. Kijk iedereen naar mijn mooie gelakte nagels. Wat zie je? Ik heb een mijn nagels. Nee. Ah, deze kinderen maken mij helemaal. Ik ook. Ik hoop dat ik met mijn nagels zijn zo gaaf. Test of alles droog is. Ja, best maar lekker. Mami, dan moet ik nog. Wauw. Wil je wat vertellen nog? Nee, dat hoeft niet. Oh. Deze
kon zitten, maar dan moest ik, maar dan kon ik wel. Ja, ik heb het gezien. In die roos, hallo. We kunnen samen delen. Mexique heeft jou geroepen om daar te zitten. Waarom doe je nou weer zo? Ja, dat heb ze ook gezegd. Ja, maar dan pak je die stoel af van haar. Jij hebt er van mijn papiertje gepakt. En die wax. Ik ga morgen optreden, maar in die roos kan niet. Ik weet niet waar de kinderen zijn. Goedemorgen, vandaag heb ik mijn optreden. Ik heb er heel veel zin in. Ja, we gaan nu make-upje voor je zetten. Ja. En je oorbellen. Zo. Raak ze alsjeblieft niet kwijt, Mexique. Ja. Mooi hoor, Max. Wauw. Gaan we een beetje oogschaduw zetten? Ja. Hallo, ik had het net als u. Ja, dat doe ik ook altijd hoor. Wauw. Dat is zo maar. Kijk eens in die. Nou, ik ben niet heel goed in make-up zetten, maar ik ga mijn best doen. Ogen dicht. Kijk hoor. Nog een beetje zetten. Maar de juffrouw kan het later nog bijwerken. Hè? Als het weg is. Net voordat jullie het podium opgaan. Oh, Max. Wat prachtig. En die roos, wat moet je zo? Kijk hoor. Wil jij dit ook, Indy? Dat is mooi. Wauw. We gaan zetten. Kijk hoor. Dat is nog een keer zo. Wauw. Mooi hoor, je Bindia. Ja. Waar zijn de andere kleurtjes? Oh. Okay. Nee, dat kwam vanzelf. Ik heb het niet gezet. Nee, jij in het lied, hè? Nee. Ja. Misschien kan mama het zo meteen weer doen. Nee, het is wel goed. Dankjewel. Als je klaar bent met eten. Nee, ik ben nog niet klaar met de roosje. Als je klaar bent met eten, gaan we lipgloss zetten. Ja. Wat? Die kant kan zetten, kijk hem. Manijani. Welke kleur, Bindia, wil jij? Paars, hè? Ja. In die Rosie heeft een Rosie. Toch? Eventjes, kijkjaartjes. In die Rosie heeft een Rosie. Je gaat ze nu even netjes laten, ja, Mexique? Ja, mama. Deze? Ja, doe maar aan op één arm. Kijk, want doordat je ermee bent gaan baden, is het, zie je hoe een kleurverschil het is? Ja, doe dan, doe aan. En eentje doe ik. Is dit ook voor mij? Nee, doe even het tempo wat ik je net heb gegeven. Doe dat even aan. Doe dan. Maxi, doe nou aan. We moeten weg. Even opschieten nu. Want je luistert niet. Moeten we nu over 2 minuten... Kijk, hebben jullie er zin in? Ja. Ziet er niet zo naar uit. Indy wel? Ja. Goed zo. Mexique, je gaat zo optreden. Je moet lachen, hè? Oh, oké. Okay. Fijn daar, kinders. Ja. Kan het bezen. Maar niet daar zit de krant. Jij wilt hè, Max? Ja. In die oog. Ja. Moet die deur een beetje open laten of dicht? Open. Oké. Ik heb er zo'n zin in. Doe maar. Ja, we zijn bij tante Audrey beland. Ik heb gegeten en zo. We gaan nu naar het optreden. Toch, Indietje? Ja, we gaan nu naar het optreden.
optreden. Eerst even een bloemetje kopen. En Maxi. Houden we morgen dan? Ja. Voor bellen dan? Maxi. Nou, maak een paar mooie filmpjes van Lissie. Ja. Ja, ga ik doen. Voor EK en Maxi K. Ja. Ga je dat aan hun geven? Ja. Een uurtje. Ja. We zijn er eindelijk. Ja. We zijn eindelijk zitten. Ja. Eén ding willen. Ik ga een beetje naar voren, want we kunnen een beetje licht, een beetje interactie, lieve mensen. Mag ik het licht hebben, Dries? Om eens te kijken wie we allemaal hier binnen hebben leiden. Lief, best een eerste applaus voor jezelf te geven. Aan jezelf. Een applaus voor jezelf. Mag je een lief klappen? Leidse organisatie Surinaamse Antillianen. We zijn in 2013 opgericht en zijn in 2016. En wil ik aankondigen voor deze. Het liedje heet Doe je miltje lagi, dan merk je aan hem. Mag een applaus! Wat mooi was dat, nee! Je hebt het zo goed gedaan.
talent, lieve mensen. Wat een talent. Nou, ik ga ze naar toe. Zijn jullie klaar voor Rizka? Hey EK! Hallo mama, ik moet schreeuwen. Ja, ik, je weet nog hoe ik ben, ik heb niks te maken met mijn... Ik schreeuw EK! Hier zitten, dan kom jij op mijn schoot, ja? Hey, hier moet ik even langs. Lieve mensen, prachtig hè? Goed gedaan, hoor. We zitten op de stok in de rug. Laatste nummer. Ja. Ik wil een volgende hè. De Stichting Loza. Alsjeblieft. Heb ik dit van ingeleid? Heb ik een laatste nummer afsluiting aan de stichting? Voor jullie, ik bedoel voor jou. Wow, jullie. Maar ze moet even. Ja, ik kan heel veel van. Omdat je zo goed hebt gedanst, heb je dat gekregen. Jij ook, ja. Oh, nee, is niet leuk. Je bent toch ook niet met Mexique kwam je halen om te dansen? Dan ben je zo raar. Ja, loop maar naar buiten. Ik ga niks kopen. Uit die warme zaal, deze kant op. Kom maar. Het was warm in die zaal. Ik heb voor je een bloemenpot gemaakt en een roze. Wauw. Ik ga bij de andere bloemen zetten. Oké, Maxie, hebben jullie het leuk gehad? Ja. Jullie hebben het ook heel goed gedaan. Ik ga deze bij de andere bloemen zetten. Zat ik te trillen op mijn benen. Te trillen. Moet je al die mensen zag, hè? Ja, ik vond het helemaal niet. Nee, dat zag ik. En Maxi, je was echt aan het lachen tijdens het dansen. Heeft Maxi het goed gedaan? Want ik zag Maxi. Maxi heeft het perfect gedaan. Ik stond ervan te kijken hoe goed, hoe goed Maxi het deed. Ik luister het kijken. Ze was helemaal niet zenuwachtig. Nou jongens, vandaag is een nieuwe dag en we gaan naar de diploma uitreiking van mijn zusje. Van haar zusje. Van tante Jeetje. Tante Jeetje. Ja, dus daar gaan we nu naartoe. Ja! Heb ik al verteld, Marie? Ze is geslaagd. En ja, ze heeft haar opleiding versneld gedaan. Want ze gaat dus haar eigen bedrijf starten. Een duurzame kledinglijn. We gaan. Zo, we zijn er hoor. Bij mijn zusje door school. Nee! Heb je er zin in die roze? Ja! Zou ik binnen kunnen? Is het zo donker? Ik ben benieuwd vandaag. Ben je benieuwd, Max? Ja, wat ik vandaag krijg voor nieuws. Ik hoop dat het over kleding gaat. Oh, oké. Okay. Zijn een bijzondere licht. We beginnen even met Jade. JJ voor Intimi heb ik geleerd. Bepaald geen stille muis. Hè. Een goed lachse dame, mag ik wel zeggen. Begon ooit in klas M1B als mijn 16-jarig meisje, als het niet is. Dat is op 16 toen. Was altijd prominent aanwezig, mag ik zeggen. Liet regelmatig een uitbreiding. In april van dit jaar heeft ze besloten om twee redenen. VT was toch wel een tikje lastig, geloof ik. Patroonteken. Zelf aanleren. Autodidact. Oké, okay. Nou, veel succes erbij. Ja, ik word hier. 3 jaar geleden gestart ik in de CC. Jeetje, het is gewoon iets wat ik snel heb. Ja, ik weet al wat het is. Het is zo... Jeetje is ondankbaar. Ik ben
pakken. Jeetje, je mag niet zo zijn. Dat is het kruid van. Je mag. Jeetje, je mag niet zo zijn, jeetje. Het is een boekje, daar kan je al je dromen in schrijven. Heel leuk, jeetje. En een hand. Facebook. Big. Ja. Yes! Drie van size, only big. Heb je slaap? Jeetje, dat is niet van de kruidvat. Nee, het gaat om jeetje. Hallo, ik ben Melinke. Die is wat ik. Maar die lijkt anders dan die jij had. Mama, waarom is een zwarte ketting? Die van mij heb ik thuis. Het is een nieuwe meisje. Brutaliteit. En dat was de diploma uitreiking. Ik wil buiten foto's. Ja, daar heb je mooi licht, hè? Ja. We gaan buiten foto's maken. Wat doen jullie? Nee, straks gaat het kapot. Ja, hallo, ik ben Mexikeetje Dijkstil. Ik ben in die roze Dijkstil. Tot de volgende keer.